Welkom op de springplank. Wij staan hier op het schoolplein van de springplank. Het is ongeveer 21:50. De kinderen zijn reeds gearriveerd. Met deze film willen wij proberen u een indruk te geven van hoe de kinderen bij ons werken en wat zij allemaal doen. Wij nemen een kijkje in de klassen. Wij nemen een kijkje bij de handenarbeidles, bij de gymles en bij enige andere activiteiten. Wij hopen dat u deze film met plezier zult bekijken. Het is bijna 9:15. De kinderen zitten in de groepen. Zij beginnen of zijn al begonnen met hun individuele werk. Zij hebben hun spullen uit de kast gepakt en beginnen gelijk aan hun eigen werkje. Ieder krijgt 's morgens een reken- en een taalwerkje. Dit is het lokaal van juf Tini. 'S Morgens werken hier kinderen individueel en 's middags wordt hier handwerken gegeven. Op dit moment werken hier Kim Stormezand, Kim Raymond Haafjes, Jorrit Versaats en Marcel Kramer. Een lekker rustig groepje dus. Er werken hier individueel 7 kinderen. 4 kinderen uit groep 6 en 3 kinderen uit groep 5. Maar vandaag is juf Liesbeth jarig. Dat betekent dat in de groep van juf Liesbeth feest gevierd wordt.
Daar gaan we nu nog eventjes kijken. Gelijk bij het binnenkomen zien we al de geweldige cadeaus die juf Liesbeth gekregen heeft. En ik zie ook taartjes. Ja, we hebben ook koek gehad. Ja. Jullie hebben ook koek gehad? Twee. Zo. Met taart mag je er één kiezen en met koekjes mag je er twee kiezen. Het lijkt me wel een gezellige dag te worden vandaag. Ja, ik ook. Wat zijn jullie nou aan het doen? Cadeaus tekenen. Die vragen. Die tekenen. Cadeaus tekenen. Cadeaus tekenen. Dat is leuk. Vanmorgen werd juf al verrast met een prachtig lied. Vandaag is het feest, want juf Liesbeth is jarig. En Kimberly. Dit is Kimberly. Hallo Kimberly, gefeliciteerd. We zijn hier in groep 8. Alle kinderen zitten aan hun individuele werk. En ze werken allemaal verschrikkelijk hard. Voor de groep zit meester Dirk, die als het nodig is de kinderen hulp geeft. Bij meester Dirk zit Michiel. Deze. Ja. Goed antwoorden. Maar je snapt het. Mark is aan het lezen, want die is klaar met zijn werk. Ja. Marcel ook. Mm-hmm. En hij wacht tot meester hem bij hem roept. Marcel. Dit is de groep van juf Wil. Juf Wil heeft kinderen uit groep 7 en 8. Die komen 's morgens bij juf Wil werken. Bij juf staat Patrick. Hij laat zijn werk nakijken en hoopt dat zijn werk goed is.
Want als het werk niet goed is, dan moet hij zijn fouten verbeteren. En daar komt Miriel. Ook zij heeft haar werk af. En Ralf ook. We gaan nu naar de volgende groep en dat is de groep van meester. Dit is Marijn. Hij is net klaar met zijn uitleg bij meester Job. Maar hij moet een ander schrift pakken. Hij hoeft geen schrift, meester Job. Nee, hij gaat een boekje voor de controletaken pakken. Een aantal kinderen in deze groep zijn al klaar met hun werk. Zij mogen iets voor hunzelf doen. Bijvoorbeeld dammen. Je ziet wel dat het een modelkastje is. De meisjes giechelen een beetje. Marije die lacht zelfs luid. Edwin denkt na. Hier zien we Edwin dat verschrikkelijk aan het nadenken is. Terwijl hij nadenkt, maakt hij zijn werk zo vlug af dat hij nog voor de pauze klaar is. En dit is Marije. Maar nou moet ze op de film en lacht ze niet zoveel. Of toch? Zonder. De groep van juf Ineke. Er wordt net geklopt. Het is Ramon. En hij komt de melk brengen. Dankjewel Ramon. De meeste kinderen bij juf Ineke zijn al klaar met hun werk. Sommigen zijn al een broodje aan het eten. Anderen eten een appel of iets anders, lekkers. Eet smakelijk, kinderen. Dit is Jeroen. En dit is Paul. Eet smakelijk, Paul. Mark komt deze week met de agenda langs. In de agenda wordt genoteerd wie er ziek zijn en wie er op school zijn. Roger heeft zijn drinken al op. Of niet, Roger? Joran, heb jij je broodje al op? Was het lekker? We zijn terug in de groep van meester Gerard. De kinderen zijn allemaal klaar met hun werk. Ze eten een appel, een broodje of iets anders lekkers. Oké, jongens, die er klaar zijn met eten. Ja, die mag naar buiten gaan. Nou, kort voor drie, dubbel. Het is pauze, de kinderen gaan naar buiten. Ja, meestal gewoon.
doe jij gewoon de mat. Wacht in de open mee. Die moet mij naar binnen. Oh, hij komt al. Joost, je opgehaald. Danny! Ja. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de administratie van de school. Hiervoor hebben wij uiteraard een Comenius computer tot onze beschikking. We gaan nu de gymzaal binnen waar groep 8 aan het gymmen is. De kinderen in groep 5 zijn aan het knutselen. Dit zijn de kinderen van het IOBK. De IOBK is een kleuterafdeling van de Springplank. IOBK betekent in hun ontwikkeling bedreigde kleuters. Zometeen zult u deze kinderen buiten op het speelplein zien. Wat mooi! 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 Ja!
iets uitkiezen. Ja, kom maar. Ja. Ik vind het de fiets. Kom maar. Ja, mag ook. Ja, nou, laat zien wat je kan. Stap op. Kampioen fietsen. We willen heel veel een goede reis. Ja? Kom op. Sturen, hè? Goed zo. Ik ben al aan het filmen. Wat heet jij? Robert. Ik ook. Zit je hier al lang op school, Robert? Ja. Hoe lang zit je hier al op school? Hele jaar al. Wat leuk. Vind je het leuk? Ik ook. Fijn hoor. Ik ook. Laat eens zien hoe goed je kan fietsen, Robert. Weet je wat ik heet? Weet je wat ik heet? Nou, hoe heet jij? Jezus. Wat een mooie naam. Zeg. En hoe heet ik? Ik heet Edwin. Heet jij Edwin? Ja. Oh, wat leuk, Edwin. Edwin, laat jij eens zien hoe goed jij kan fietsen. Moet ik laten zien? Want ik ken. We gaan eerst even naar Edwin kijken. Nee. Moet ik laten nu zien? Nou mag jij het laten zien. Prachtig. Laat me eens zien. Hoe heet jij? Patricia. Mooie naam. Kom. Bam! Wat mooi zeg. Wat heb jij voor een mooi ding gemaakt? Mooi taartje bedoel je. Een taartje? Voor wie heb je dat gemaakt? Voor Juffie. Hoe heet jij? Ricardo Brinkman. Je kan mooie dingen maken, Ricardo. Ja. Dat is de vrienden van Jolanda. En van? Gerard. En wat is er nou misgegaan, Gerard? Gerard? Ik heb het kind om mijn bak. Ja. Jammer. Kan je er nog wat aan doen? Ja. Nee. Ook jammer. Maar even goed is hij wel mooi hoor. Ja. En hier komt onze thee, mevrouw. Yvette zorgt vandaag voor de thee. Vier weet zich duchtig op de touwen te weren. Zwaaien naar Nanneke toe. Wat had je nou moeten doen? Ik denk dat je over de bank had moeten lopen naar de andere kinderen toe. Ik was vrij. En als je nou over de bank gaat lopen, wat moet je dan met je touw doen? Slaan. Slaan, ja? Groep 8 heeft even pauze. En Ramon
En Marcel, toen even een tenniswedstrijd. Van nieuws uit de natuur. Zeker een droom alleen maar van de onderkant. Oh, wordt het niet eens tijd om wakker te worden? Moet ik niet eens terug naar de echte wereld? Was dit nou echt een droom? Of was ik op een tentoonstelling in het Amsterdamse bos? Wat een slaapverwekkend onderwerpje, zeg. Is er misschien een leuk iemand die me even wakker zingt? Het is moeilijk, hè? Een leuke jas uitzoeken. Joffrey en Floris van groep 8 zitten achter de computer. Andere kinderen van groep 8 doen het spel Lawine. En Michiel doet. Wat doe je, Michiel? Kaarten. Kaarten, wat voor spel? Oh, weet ik van het. Onbekend. Onbekend? Nee, dat is het niet. Schijnt het niet te wezen. Veel plezier. Terwijl Rino leest. Ja, ik lees. Waar zit het vuur? En Frank ook. Lees niet. Kijkt. Wat ben je aan het doen? Gewoon lijsten kijken. Ah, en wat erbij staat, is toch ook interessant? Ja, soms kijken is niet altijd. Groep 7 zijn bezig met een damcompetitie. Hier ziet u Kika en Jeroen. Mary en Marion. Wilfried en Sander. Marije en Kim. Er wordt uiteraard veel gelachen bij je dammen. Niet volgens. Traditioneel mag de beste speler van groep 7 tegen de schoolkampioen spelen. Hoor je wat ik zeg? Marije is de schoolkampioen van groep 7. Of is dat niet de schoolkampioen Marijn? Hij hoopt het. Hij staat op dit moment bovenaan de ladder. Ondertussen verzorgt Stefan de planten. Hier is hij heel vakkundig in. Ik kan niet. Ja, zie je van
Steven en Ronald zijn al gevorderd in dammen. Daarom schaken zij maar. Hebben we vandaag taalgroep. Alle kinderen in de groep hebben vandaag een taalles. Als je dat hebt opgeschreven, dan ga je denken. Wat ga je ook alweer denken? Wie? Goed zo, Kim. Wie? Wie kwam toen op de tv? Nou, zeg het dus, Jolone. De haan. Goed zo. Onder de haan zit je met liniaal en potlood twee strepen. En als je dat gedaan hebt, ga je denken, wat is het? Kwam. Wat is het werkwoordje daarbij? En dat is? Martin, kwam. Hoeveel strepen moet ik daar hebben? Nee. Wat is de korte zin? Kim. De haan kwam. De haan kwam. Wie schrijft ze? Schrijf hem op. Jij moet naar de spraakmeisje. Jij gaat even zeggen waar je hier moet zijn. Puntje erachter, dat is altijd heel belangrijk. Goed zo, doei. Welke zin heb jij opgeschreven? Oké, als je die opgeschreven hebt, waar ga je dan aan denken? Wie? Wie of wat bestaat 300 jaar? Het dorp. Goed. Twee strepen onder het dorp.
en Martin. Bestaat. Heeft het werkwoord jou gezocht en dat is? Bestaat. Oké, één streep onder bestaat. Goed, we gaan er zien omdraaien. En we beginnen de zin met bestaat. Patrick. Bestaat het dorp driehonderd jaar? Goed. En nou beginnen we de zin met 300 jaar. Sabrina. 300 jaar bestaat het dorp. Uitstekend. Goed zo. De volgende zin. Hier, je kan er overheen lopen, je kan wat moeilijker er overheen doen, maar je kan er bijvoorbeeld ook onderaan gaan hangen en dan zo net als een aap naar de overkant gaan. Dat mag je gewoon helemaal zelf weten. Ga niet met z'n tweeën tegelijk erop, want je maakt elkaar altijd zenuwachtig. Ja? En dan de laatste, van de balk vandaan ga je naar de kast. Twee touwen pakken. Springen. Als je op de dikke mat neerkomt, dan mag je nog een koprol maken. Maar die koprol, Edwin, die mag niet in de lucht gebeuren. Groep 7 doet een sportief circuit. Yeah.
Dit is meester Tom. Hij is logopedist. Bij ons heet dat de spraakmeester. Een paar keer in de week haalt hij kinderen uit de klas om daar spraakoefeningen mee te doen. Op dit ogenblik is Jim bij meester Tom. Auto. En waar hoort hij bij? Machine tanken. Bij de machine tank. Ja. Wat voor kleur heeft die auto? Rood. En wat voor kleur heeft jullie auto, Jim? Bruin. Bruin. Lippen. Lippenstiften. Lippenstift. Dat hoort bij lippen. Wat doet mama daarmee eigenlijk? Moet je leren. Dan maakt mama de lippen rood, hè? Rood. Op dit moment zijn we onderweg naar het handenarbeidlokaal. Ons handenarbeidlokaal is in school De Koog. We krijgen een opdracht en daar werken zij enkele weken aan. Sommige kinderen hebben hun werkstuk al snel af. Hoe ze dat doen, zult u direct zien. Zou je piepen, groeten, zou je dat verstaan? Oh.
sneller aan het eind. Hè? Even. Eerst het goed beginnen. 1, 2. Als je eens een lus ontmoette in de molenaar, hoi, en hij zou je vriendelijk groeten, zou je dat verstaan? Hoi, nee, meneer, geen enkel woord, want ik kom uit Amersfoort, ik bestaan een visiet, gooi me even weer, hoi. Als je eens een Brit ontmoette, zomaar in de stad, hoi, en hij dat weten jullie goed. La la la. Het is 3:00. De school gaat uit. Jij zit nog alleen te wachten, Sandra? Ja. Wat is er aan de hand? Mijn moeder komt me ophalen. En die is een beetje laat? Ja. Nou, ze zal wel komen zo, hè? Ze is er al. Ze is er al.